Yo mensen, Jeraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live gameplay hier op mijn kanaal, Jeraski Game. Vandaag gaan we ons eerste live potje spelen, natuurlijk de eerste DLC van Call of Duty Infinite Warfare, namelijk de map Neon. Jullie hebben natuurlijk deze maps al kunnen zien op mijn kanaal toen ik ze eerder kon spelen in Londen, maar nu zijn ze natuurlijk ook gewoon uit op de PlayStation en kan je ze gewoon zelf lekker gaan spelen. Dus ik hoop dat we een goede score kunnen gaan neerzetten. Ik gebruik de K-Bar, Assault Rifle, Infective. En ik gebruik de scorestreaks. Oh, lekker, hallo vriend. Ik gebruik de scorestreaks, de UAV als eerste, zoals je zelf ook kan zien natuurlijk. De enige echte Vulture als tweede. En nog eens een bombardement als derde. Dus ik hoop dat we daar... Ik wou net zeggen, ik zag daar iemand, joh. Ik hoop dat we daar natuurlijk zoveel mogelijk mee kunnen gaan verrichten. Dus vind je het dan leuk om naar te kijken, mensen. Ram natuurlijk zo'n kaart op de like knop. Als wij in totaal gewoon lekker de 1500 likes kunnen halen, zou ik dat super awesome vinden. Dus sowieso ook natuurlijk bedankt voor alle support. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Jullie hadden me moeten hebben, jongens. Jullie hadden me zo hard moeten hebben, maar oké. Okay. Als het goed spannen is nu weer naar deze kant. Maar nee, ze komen via boven. Hij komt hier. Teammate heeft hem al. Maar die had je nog niet, teammate. Die andere komt hier beneden. Lekker. Die andere komt hier via. Lekker, er komt er nog één. Lekker, er komt er nog één. Ik weet niet wat die gaat doen, maar er loopt er nog één achter. Lekker. Woe! Komt er nog meer naar. Vulture! Dankjewel, Vulture. Oh, dit wapen is zo lekker, hè. K-Bar Infective, ik zweer het je. Als je nog wat salvespunten over hebt en je wil een lekker wapen, dit ding is echt super, super chill. In mijn rug, kut. Ik ben sowieso dood. Ik weet niet hoe ik nog leef, maar ik leef nog steeds. Ik heb gewoon nu al twee bombardements gehaald en ik heb er nog geen één kunnen inroepen, dus... Roep dat ding maar gewoon in. Holy shit, jongen, dit gaat goed. Over de muur heen. Die Walden is best wel handig, deze, waar ik nu overheen ga. Dus onthoud die ook gewoon lekker goed. We zitten op een 15 streak op dit moment. Dat is niet verkeerd, moet ik zeggen. Oh, kut. Kijk uit. En waar je goed op moet letten in deze map, en dat zie je denk ik zelf ook wel, is dat natuurlijk op het moment dat die outs opgeblazen worden, ze gewoon weer opnieuw spannen en ze gewoon opnieuw kunnen worden opgeblazen. Dus daar moet je... Oké, ik moet hier weg. Daar moet je echt heel erg goed op letten, want nou, als er één auto kapot gaat, dan spant hij weer opnieuw en dan kan die auto gewoon nog een keer kapot. Dus hou daar goed rekening mee. Want je wil er namelijk niet twee keer door worden opgeblazen. We gaan echt super hard, jongen. Had ik nu maar die atomizer wapen aangezet, joh. Ik zit gewoon op een relentless, man. What the fuck? Ik zit gewoon op een 21 gun streak op dit moment. As we speak, ouwe. Holy shit, dat haal ik bijna nooit, joh. Er zit geen duim omhoog waard, dus jongens, dat weet ik het ook niet meer, hoor. Oh my fucking god, ik zit op een brutal. Als ik die juggernaut kan halen, jongen, dat zou het echt sick zijn. We gaan ons beste voor doen ook. Ik weet niet waar deze vent naartoe gaat. Wacht heel even. Daar dus. Got him. Ik heb bijna die juggernaut, gek. Wow. Doe die UAV's in. Dan weet ik ongeveer waar ze zitten nou. Goed gedaan, teammate. Goede kill van hem, hoor. Hij heeft zijn rebound gebruikt. Inhoud dat hij is terug teleport. Ik begin nu al een beetje bang te worden als ik heel eerlijk ben. Ik heb bijna een live juggernaut. Dat is niet normaal, hoor, om die te halen. Ik heb hem. Een fucking live juggernaut. Holy shit, gek. Met nog bijna alleen maar mijn wapen ook, hè. Dat is niet normaal, jongen. Holy shit, ik heb gewoon een stoppable battles. What the fuck. Dit, jongens, is in fucking scene. Ik zweer het je. Holy shit. Wauw, en nu hè. Nu op dit moment baal ik er zo hard van. Want als ik een nuclear wapen had aangezet, zoals de MV4 Fallout of zo, weet je wel. Dan had ik gewoon een fucking Enemizer Strike gedropt. Maar ik had die niet aanstaan.
Dit is zo jammer. Ik heb gewoon fucking een stop op medals gehad. Wat een fucking lijp juggernaut, ouwe. Wauw. Dankjewel, Vultje, want ik had je wel voor nodig, ja. Holy shit, dit is insane, hoor. Ze moeten daar ergens spannen, vandaar dat ik een beetje langzaam doe. Dat was heel dom van je vriend. Zo, alweer een bloodthirsty, jongen. Maar we gaan maar door, jongen. We stoppen gewoon ook niet meer. What the fuck, gek. Ik zag je, vriend. We stoppen. We zijn ook gewoon niet meer gestopt met killen, jongen. Hier, die killen we ook nog. Die killen we ook nog. 45-1. Ik wil net van 45.0, jongen. Holy shit. Zo doen we dat, man. Zo. Dit potje geen beest, jongen. Nou, mensen. Als jullie hebben genoten van deze video. Ram natuurlijk zo'n kaart op like op. Ik hoop sowieso dat jullie natuurlijk hebben genoten. Een fucking juggernaut. Met een stop op medals erbij. Applaus voor jezelf. Dat is 30 streak natuurlijk. Op de map Neon. Allereerste keer dat ik een live speel. Dus mocht jullie hebben genoten, ram die like. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hoop ik natuurlijk altijd zoals elke keer weer. Tot de volgende keer. Bye bye, mensen.